Nou ja, kijk, als je eenmaal gaat begrijpen hoe het recht en de wet in elkaar zit, als je gaat stemmen, dan geef je eigenlijk jouw macht weg. Je geeft een machtiging aan een ander. Erger nog, een volmacht aan een ander. Je zegt niet van, nou, weet je, ik geef jou het recht om woensdag in mijn auto te rijden. Nee, je geeft je auto weg, je geeft je huis weg, je geeft je leven weg, je geeft alles weg. Aan mensen die niet te vertrouwen zijn. Ik bedoel, het staat gewoon in het woordenboek dat ze niet te vertrouwen zijn. En ze zeggen het zelf, dat ze niet te vertrouwen zijn. Ja, maar ze vertrouwen zichzelf niet eens. Ze vertrouwen elkaar onderling ook niet. Nee. Ja? En ze vinden dat zij niet strafbaar vervolgbaar zijn, als ze dus strafbare feiten plegen naar jou toe. Hoe krankzinnig wil je dat soort mensen dan nog als jouw vertegenwoordiger hebben? Je wilt toch niet dat zij iemand anders vermoorden, hè? Of kwaad doen uit jouw naam. Want dat is wat ze doen. Ze doen het uit jouw naam. Ja? Artikel 61 van boek 3 zegt namelijk dat jij stilzwijgend een volmacht kunt geven. Als hun aannemen dat jij zwijgt. Ja? Ze hebben jou uitgenodigd om te gaan stemmen. Je reageert daar niet op. Dan mogen hun aannemen dat je het wel goed vindt. Dat iemand jou vertegenwoordigt. Mm. Dus je moet altijd een briefje gaan schrijven. Van, ik wens niet vertegenwoordigd te worden. Het zit ook in dat boek, zo'n briefje. Dacht ik. Ik weet niet meer uit mijn hoofd. Maar goed. Ik heb een organisatie opgestart. En dat zijn drie lagen. Dat is een platform vrijheidsrechten.nl. Daarboven zit de Vereniging voor Vrijheid. Die ligt er momenteel uit, want het is gehackt en toestanden. Daarboven heb ik Stichting Recht. En dat is eigenlijk een drietaps raket. Je kunt zeggen, vrijheidsrecht is de samenleving. De Vereniging Ons Recht is de politiek die daarboven zit. En Stichting Recht is toezichthouder op het besturen van die politieke verenigingen die dan, zeg maar, de dingen besturen. Eigenlijk een parallele samenleving. Er zit ook een geldsysteem in en dat soort dingen. Dus je wil niet je stem geven aan een vertegenwoordiger die iemands rechten schendt. Precies. Nu kun je vertrouwen hebben in bepaalde mensen in de politiek, want ze zijn niet allemaal slecht. Mm-hmm. En we moeten herstel van die rechtsstaat hebben. En er kunnen verschillende wegen kunnen daar natuurlijk toe leiden. We kunnen de rechters erover laten oordelen. En we kunnen de politiek erop aanspreken. Mensen kunnen zelf een politieke vereniging op gaan richten en in de politiek gaan zitten en het laten stemmen. Maar op dit moment gaat het heel erg mis. En niet alleen in Nederland. Er zijn hele grote organisaties die dit mis laten gaan. En onder andere banken, geldsysteem enzovoort. De CBDC die nu ingevoerd wordt, dat is echt foutenboel. Ja, dat is die digitale currency, hè? Ja, ja. De digital bank currency. Ja. Als het contant geld eruit gaat, dan is het foutenboel. In het boek beschrijf ik ook hoe zij de privatisering doorvoeren. Wij zijn een volk. Een aantal mensen in dat volk die zeggen van, nou, wij vinden het wel leuk om bepaalde dingen te doen, dus we maken een vereniging. En als jullie dan ons daarin toestemming geven, dan gaan wij allerlei goede leuke dingen doen. En jullie betalen ons daarvoor. Hè? In de vorm van belasting. Maar het probleem met het geldsysteem is dat geldcreatie gecreëerd wordt in privaatrecht, private banken. En dat zou een publieke aangelegenheid moeten zijn, zoals het vroeger was. Je hebt goud gedekt en er zat een munt op. En de kop van de koning stond erop. Die was dan garant voor dat je er goud voor kon krijgen en dat soort dingen. Mm-hmm. We kunnen ook ons eigen geldsysteem invoeren. We kunnen ook gewoon schuldbriefjes uitschrijven. Civiele contracten zijn dat eigenlijk. Ik ben jou zoveel uur schuldig en dat kun je verhandelen aan iedereen. Of je komt het bij mij halen en dan krijg je gewoon die 4 uur ervoor terug. Het handige daarvan is, we hebben nu 17% inflatie gehad, geloof ik, afgelopen jaar. Maar stel dat ik vorig jaar jou zo'n schuldbriefje had gegeven van, ik ben jou 4 uur juridische dienst schuldig of zo. Mm-hmm. Hè? Want jij hebt mijn huis geschilderd of zo, weet ik veel wat. En je komt nu dat briefje inleveren, ondanks dat die euro 12 of 17% in waarde gedaald is, krijg jij nog steeds 4 uur van mijn leven
aan jou besteed. Want mijn levenstijd, daar zit geen waarde aan. Er zit wel een waarde aan, maar het is de waarde die een ander eraan toekent. Mm-hmm. Maar er zit geen inflatie op mijn levenstijd tot het moment dat ik sterf. Dan houdt het op. Mm-hmm. Maar als er schuldbrieven uitstaan, moeten die ook gedekt zijn door goederen die ik nalaat, waaruit die schuld gevorderd kan worden. Want anders heb je een probleem met een schuldbriefje. Dat is ook eigenlijk waarom het op zeker moment schuldbriefjes zijn geworden die uitgegeven werden door de staat of door de koning met garanties van goud en dat soort dingen. Maar geld is dus een schuldbrief? Geld is een schuldbriefje. Okay. En dat is makkelijk. Maar tegenwoordig betaal je nadat de dienst is geleverd? Ja, omdat jij levert mij een dienst, mm-hmm. maar ik lever jou daar niet direct een andere dienst voor terug. Dus geef ik jou daar papier voor, okay. waardoor jij andere diensten bij andere mensen kunt inkopen met dat schuldpapiertje wat ik jou heb gegeven. Okay. Alleen omdat het een, ik snap hem. Omdat niet mijn naam erop staat in mijn handtekening, mm-hmm. is het een briefje wat iedereen kan gebruiken. Ja. Want het is alleen maar vertrouwen hebben in dat geld. Als het vertrouwen in geld weg is, is het absoluut weg. Ja, precies. Dan kunnen we niet meer ruilen. Ja. Nee, maar met die CBDC denk ik ook niet gaan ruilen. Nee, want hoe zie je dat voor je, dat CBDC? Ik ben er niet heel erg mee bezig geweest, omdat het me niet interesseert. Mm-hmm. En ik het absoluut niet ga gebruiken. Mm-hmm. Wat ze, al gaan ze op hun hoofd staan. Ja, huh? ja. Voor dat ik je net zeg ook van op school strafwerk kreeg. De meester kan doen wat hij wil, maar het gaat niet gebeuren. Ja, hij was vroeger altijd al. Ja, als kind. Maar, dus dwang werkt bij mij averechts. Dat gaat gewoon. Ja, dat gaat gewoon is onethisch. En, maar op een zeker moment heb je natuurlijk ook een bepaalde keuze te maken als de rest van de mensen het wel doen. Mm-hmm. Als ze allemaal namelijk in de afgrond springen, mm-hmm. dan blijf je alleen over en dan kunnen ze goed achteraan springen. Mm-hmm. Nou ja, ligt aan. Kan ook zo weer een nieuwe wereld gaan komen. Ja. Nieuwe mensen. Op mijn leeftijd niet meer hoor. Tuurlijk maar, wel. Maar ik bedoel, ik heb een hele hoop kennis, niet alleen over recht, maar ook kwantummechanica, thermodynamica, ik ben uitvinder geweest, ik heb van alles gedaan. En het is altijd zo dat je, als je oud wordt, dan you're old and wise. Huh? Maar je hebt er niks aan. Tegen die tijd ga je dood. Ja, maar dat is natuurlijk ook weer het systeem wat ze jou hebben wijsgemaakt dat er altijd een leven en een dood is. Hè? Ja, dat is jouw vlak. Ja, precies, dus laat dat maar aan mij over. Het interessante van het recht is dat als je eenmaal gaat begrijpen en het kwartje gaat vallen, dat je dus volgens de wet een vrij mens bent en dat er bepaalde handelingen zijn die je kunt gaan doen waardoor je bepaalde vrijheden verliest omdat je je dan moet binden aan contracten die anderen met je afsluiten. Of daar buiten willen gaan staan. Nou, en wat ik de mensen allemaal adviseer is gewoon op internet in te tikken gelijkheidsbeginselen. Wat is dat nou, een gelijkheidsbeginsel? Jouw recht is gelijk aan mijn recht. We zijn vrij en in gelijkheid van rechten geboren. Hoezo heeft iemand dan meer recht als ik? Hoe komt dat dan? Dat kan ik hem alleen maar gegeven hebben. Er is niemand anders die hem een recht kan geven wat ik niet heb. Ik kan niemand een recht geven wat ik niet heb. Dus ik kan ook haar geen recht geven om jouw recht te schenden. Nee. Of zoiets. Ja. Dus ook geen politiek een recht geven jouw recht te schenden. Dus die gelijkheidsbeginsel is een belangrijk beginsel wat je door moet lezen op internet, wat er allemaal over gezegd wordt. Autonomiebeginselen. Want wat is nou autonomie? Soevereiniteit, autonomie, ja ik ben een soeverein, ja je moet autonoom worden. Heel veel mensen begrijpen dat allemaal niet, toch? Je moet helemaal niet autonoom worden en je moet helemaal niet soeverein worden. Je bent soeverein geboren, onder God, en je kunt autonomiebeginselen voor jezelf, van eigen recht, in Latijn heet het sui juris, dat is iemand van eigen recht. Mm. Nou, en dat eigen recht, dat ligt gewoon in artikel 1, burgerwetboek 1, zoals ik net uitgelegd. Je bent vrij en bevoegd tot het genot van die burgerrechten. Dat is een recht, dat is geen plicht.
Jij bepaalt wat je doet in die burgerrechten. 3 keer 3 is 9, ieder ziet zijn eigen lied. Als je niet goed wordt geïnformeerd, als er misbruik wordt gemaakt van jouw kennis, als je misleid wordt, als je bedreigd wordt, als, het maakt allemaal niet uit, dan ga je naar artikel 44 van Burgerwetboek 3. Daar staat alles in wat allemaal strafbaar is in het wetboek van strafrecht, maar daardoor ook vernietigbaar in het civielrecht. Dus op het moment dat op die manier iemand probeert jou een loer te draaien of wat dan ook, dan is het civiel vervolgbaar door de schade die eruit veroorzaakt, omdat het een strafbaar feit is. En strafrecht is van rechtswege nietig, heb ik het ook al gezegd, vernietigbaar in civielrecht. En als jij schade hebt geleden, dan kom je in verbintenisrecht. En verbintenisrecht is automatisch in boek 6. Als jij iemand schade hebt toegebracht, leidt het automatisch tot een verbintenis, dan moet je die schade gaan betalen. Dus als iemand onrechtmatige daad hebt gepleegd en daarmee jouw schade toegebracht hebt, vernietig je zijn rechtshandeling en zeg je van, ik gebruik 162, artikel 162 van boek 6, om mijn schade bij jou te verhalen. En dan zet je hem voor de civiele rechter, maar dan moet je niet eerst bezwaar gaan maken, bestuursrechtelijk, dat was waar ik op terug wilde komen, omdat anders een civiele rechter zegt van, ik verklaar jou niet ontvankelijk, want je had nog een bestuursrechtelijke procedure die kon lopen. Maar als jij die bestuursrechtelijke procedure vermijdt door hem te vernietigen, en daar staat ook een hoop over in het boek, hoe je het vernietigen moet, met welke artikelen erbij moet gebruiken en dat soort dingen. Dat als ik ze allemaal omgezien te noemen, zit weer vanaf natuurlijk om 6 uur nog. het feit is dat je het kunt vernietigen en als je het vernietigd heeft, heb het nooit bestaan. Dus kan het ook nooit gevorderd worden. En jij kunt wel vorderen op hun vanwege de schade die je leidt, omdat je tijd hebt moeten spanderen aan al die onzin die ze lopen te verkopen. Ja. Welke rechtszaken heb je sindsdien allemaal gewonnen, sinds je het allemaal weet? Ja, het leuke is dat als je eenmaal zo bezig bent, dat je heel weinig rechtszaken hoeft te voeren. Ja, oké, want dat mensen haken al af voordat je eigenlijk tot de rechtszaak komt. Want ik waarschuw die mensen met die brieven. Mm-hmm. En als ze dan doorgaan, ja, dan moet je door naar een rechter. Ja. Ik heb wel meegemaakt dat er gewoon mensen van die borden voor hun hoofd hebben, die gaan gewoon door. Mm-hmm. Ja? Dat is ego dus, hè? Die willen niet meer geven. Ja. Dat is dat bij anderen gebeurd, maar dan moet je wel door. Dat is ook een waarschuwing die ik erin zet. Mm-hmm. Je moet wel door. Maar ik heb ook principeszaken wel gedaan. Bijvoorbeeld, ik was uit op een zeker moment in Amsterdam, heb je dure parkeertarieven. En op een zeker moment mocht je ook niet meer met contant geld betalen in die automaten. En toen moest je je kenteken invoeren en je betaalpas erin houden. En dan had ik zoiets van wegprivacy, weet je wel. Al die gegevens worden opgeslagen. Ja. Je kenteken, op welke tijd die daar neergezet werd. Wie er betaald heeft met welke bankpas enzovoort. En ik had daar allemaal, ik had zoiets van, daar ga ik wat te doen. Voelt niet meer fijn, nee. Dus ik had een parkeerkaartje gekocht voor €2,50. En ik had mijn kenteken ingevoerd. Ha, ha, ha. Vond ik wel grappig. Ik denk, nou ja. Maar zo ook 6 letters. Dus ik kreeg een bekeuring omdat de scanauto, want er was geen parkeerwachter meer die daarbij zit, dat gaat allemaal via computers. Die had niet geconstateerd dat dat kenteken ingevoerd was, dus kreeg ik een bon. En toen heb ik dat parkeerkaartje heb ik opgestuurd naar rechter, naar de dinges, met bezwaar dat ik dus wel degelijk betaald had. Ja precies. Ja. En dat wezen ze af en toen ben ik naar de rechter gegaan. En toen... Dan moet je op gaan letten bij de rechter, want je moet dat eerst gewoon ook eens een keer een paar keer uitproberen met simpele dingen. Zoals een parkeerkaartje van €2,50 of zo. Ja, precies. Ja. Als je dan verliest, nou ja, dan moet je die bekeuring voor €50 betalen. Dan is niet de hele wereld overboord. Ga geen risico nemen met je huis. Omdat er iemand loopt te roepen, de woningbouwvereniging is een ambi, dus is de gift, dus hoef je je huur niet meer te gaan betalen. Kijk uit, want je hebt een huurcontract. Een huurcontract is een afdwingbaar recht. Je raakt je huis kwijt, je komt op straat staan. Ja? Dus luister niet goed naar dat soort mensen. Hè? Ik zal geen namen noemen. Nee, ik snap hem. Het is heel belangrijk dat dit allemaal besproken wordt. Dat die mensen, hoe ze het vertellen? Ja, hetzelfde als dat er mensen lopen te roepen van... Ja,
Je moet een brief claimen, een live life claim moet je doen. Ik zeg, een live life claim? Ja, je moet verklaren dat je leeft. En dan zeg ik, aan wie moet ik dat verklaren? Ja, dat moet je verklaren in een brief. Aan wie moet ik dat verklaren? Want als die persoon voor me staat en die beweert dat ik niet leef, dan sla ik hem zijn voortanden eruit en dan vraag ik, zou je er nog een keer op terug willen komen? Maar waar komen die live life claims dan vandaan? Want ze zijn er wel. Een verdienmodel. Iemand heeft bedacht van, ik maak een briefje van voor 35 euro, ga ik verkopen. Oké. Okay. Ja? Is... Of trust, het hele trustverhaal. Hoe zit dat dan? Wat denk jij ervan? Ik heb tegen de mensen gezegd van, zo simpel hoor. Want dan hadden ze weet ik wel wat uitgegeven voor hun trust en dan hoorden ze niks meer. Mm-hmm. En dan zeg ik, ja, kun jij die trust niet voor mij gaan claimen? Mm-hmm. En dan zeg ik, ja, tuurlijk kan ik dat. Oh, gelukkig, ja. En dan zeg ik, nou, geef mij maar even de naam en het adres van je trustee. Mm-hmm. En de papieren waarop staat dat jij de begunstigde bent van die trust. Mm-hmm. En dan haal ik het wel even. Ja, dan kunnen ze niet. Nee, want het bestaat niet. Denk je dat de trust niet bestaat? Nee. In God we trust. God heeft gezegd, dit is voor u. Ja. Voor ons allemaal. Allemaal een stukje. Mm-hmm, mm-hmm. Ja? Niet doden, niet stelen, niet dwingen. Houd je eraan in het paradijs. Mm-hmm. Schendt het en de hel zal zich voor je openen. Mm-hmm. Maar ja? Je denkt niet dat de Wereldbank dus geld heeft? Geld, maar dat is niks. Nee, maar ik bedoel dat elke inwoner van een land dus inderdaad borg moet staan. Ja. Dat zijn staatsobligaties. Ja? Staatsobligaties worden opgekocht door de Nederlandse bank. Ja. Maar die staatsobligaties komen alleen maar tot stand omdat jij gezegd hebt van, u mag mij vertegenwoordigen. Dan gaan ze geld lenen uit jouw naam. Ja. De staatsschuld. Ja. Ja. Dat geld is dan eigenlijk toch van jou? Nee. Ook niet? Nee. Dus je staat borg. Jij hebt gezegd van, ga mij maar vertegenwoordigen. Als jij tegen mij zegt van, mm-hmm. wil jij mij vertegenwoordigen mm-hmm. en wil jij mijn hele leven gaan regelen mm-hmm. en van alles gaan doen, dan kan ik dat doen. Niet, maar dan moet je niet raar wezen als je de rekening krijgt op een zeker moment. Nee, oké, maar dat heeft dus met het stemmen te maken. Maar als je geboren wordt dan, ja? Dan moet je je kind aangeven. Wat zit daar dan achter? Nou, dat is ook zo'n verhaal wat ik ook nooit heb kunnen bevestigen. Maar wat zit daar achter? Waarom moet je het feit dat je het feit dat jij nationaliteit hebt op mm-hmm. het Koninkrijk der mm-hmm. Nederlanden. Daar zeg ik op je paspoort staat het Koninkrijk der Nederlanden. Mm-hmm. Er staat niet de staat der Nederlanden. Mm-hmm. De staat is dus een corporatie. Je hebt een dochteronderneming. De Nederlandse bank mm-hmm. is bijvoorbeeld 100% van de staat. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Dat is een bedrijf. Mm-hmm. Ja, en mm-hmm. die vertegenwoordigers die werken daarmee samen. Mm-hmm. En die gaan allerlei dingen voor je doen. Mm-hmm. En daarvoor ontstaat er ook een staatsschuld. Ja. Maar het is op een fictie. Dat bedrijf is een rechtspersoon. Een rechtspersoon is een fictie. Ja. Dus dat persoon en dat mens, daar ben je het allemaal weer mee eens, zeg maar. Je kunt publiekrechtelijk in je mensenrechten staan. Mm-hmm. Dan doe je niks in je private rechten. Mm-hmm. Je private rechten mm-hmm. zijn 10 mm-hmm. boeken, burgerlijke mm-hmm. wetboeken. Mm-hmm. Er staan allemaal regels in mm-hmm. waar je dan naar dient te leven. Mm-hmm. Als mens kun je gewoon doen en laten wat je wil met alle andere mensen. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar op het moment dat je dus in die persoon stapt, mm-hmm. dus dat je die personage, het komt van het woord persona, dat mm-hmm. is een Latijns woord, mm-hmm. dat betekent masker, mm-hmm. dan verschuil je achter dat masker. Mm-hmm. En dan ga je dus een personage spelen in het andere recht. Erger nog, als je een rechtspersoon op gaat richten, want een rechtspersoon, dat is iets wat je opricht op het moment dat je dat doet. Mm-hmm. En dan ga je dus als persoon, in die rechtspersoon zitten. Mm-hmm. Met meerdere mensen. Meestal is dat met meerdere mensen. Mm-hmm. Het kan een vereniging zijn. Het is altijd in eerste instantie een vereniging. Mm-hmm. Maar ze hebben allerlei rechtsvormen die je daarvoor kunt kiezen. BV's, NV's, noem maar op. LTD's. Maar er zit altijd een bestuur in een rechtspersoon. Mm-hmm. Altijd. Mm-hmm. Want een rechtspersoon kan niet schrijven. Een rechtspersoon kan niet denken, kan niet praten. Dat kan alleen een mens in een persoon. Mm-hmm. Natuurlijk persoon, want die is eigenlijk een klein bedrijfje in zichzelf. En die kan dus ook ze wil verklaren. Mm. Ook in dat private recht. Mm. Een rechtspersoon kan geen wil verklaren. Daarom moet je altijd zorgen dat als er een brief komt vanuit een rechtspersoon. Mm-hmm. Ik zal zo meteen even het verhaal over de gemeente vertellen. Ja. Ook even, dus dat parkeerbonnetje zijn we ook nog niet. Oh, parkeerbonnetje. Ja. Het is ook zoveel. Ik ga even over het parkeerbonnetje verder. Ik kom bij die rechter. En die rechter die zegt van,
Maar u hebt toch iets gekocht? Ik zeg, ik heb niks gekocht. Ja, maar u hebt toch een parkeerkaartje gekocht? Ik zeg, ik heb geen parkeerkaartje gekocht. En je moet heel erg oppassen wat je bij die rechter zet. Want die probeert je te kaderen. Want die zit er eigenlijk ook voor de overheid. Maar dan wordt ook betaald door de overheid. En wat is kaderen? Kaderen betekent je opschuiven. Dan loop je die kant op en dan schuiven weer op. Maar je kan niet meer terug. Oké. Weet je, dus op een zeker moment ben je in een hoek. En als je in die hoek bent, mm-hmm. dan je moet niet in de hoek komen. Nee. Het is een soort boterkaas en eieren. Hoe doen ze dat? Wat is hun tactiek? Door bepaalde vragen te stellen waar je ja en nee op gaat antwoorden. Terwijl je eigenlijk nee moet antwoorden. En dan ja antwoordt. En dan kun je er niet meer op terugkomen en dat soort dingen. Dus als een rechter. In de val. Ja, als een rechter iets vraagt. Ze zijn niet allemaal zo hoor. Maar het zijn ook mensen. En de ene is vals en de ander is lief, bij wijze van spreken. Mm. Hè? De een die heeft zoiets van, nou, ik zit hier als rechter en wat hier gebeurt, dat kan absoluut niet, dus ik ga recht spreken. Mm. En de ander denkt, volgens mij zit jij de boel te besodemieteren en jij hebt geen zin en probeert de kantjes eraf te lopen. Ik zal jou eventjes aan de kant zetten. Ja. Dat is ook menselijk. Mm. Mm-hmm. Dus de rechter zegt, u hebt iets gekocht. Ik zeg, nee, ik heb niks gekocht. Je hebt toch een parkeerkaartje gekocht? Ik zei, nee, ik heb een parkeerkaartje gekocht. Ze zei, wat is dit dan? Dit is toch een kopie van dat parkeerkaartje? Ik zeg, het is een betalingsbewijs. Want een betaling betekent namelijk niet schuld. Ik kan haar zometeen geld betalen. Gewoon omdat ik het leuk vind dat het zoontje een ijsje gaat halen of zo. Ja, een schenking is het dan. Dan wordt het een schenking, maar het is een betaling. Ja. Dus ik zeg, ik heb een betalingsbewijs. Ik wil het even uitleggen. Ik zit mijn auto aan de kant gezet daar. En ik ben naar die automatische collectebus toegelopen van die algemeen nutbedoelde instelling. En ik heb daar 2,50 voor hun goede doelen in gedaan. Dat is wat ik gedaan heb. Nou, toen viel de hamer. En toen werd er gezegd, en nu is het niet meer uw probleem, nu is het hun probleem. En hoe hun het oplost is hun probleem, niet jouw probleem. Ik zei, dank u wel. Nou, dat ging dan uiteindelijk door naar de Hoge Raad. En bij de Hoge Raad verloren ze het ook. En dat heeft dus... Dat was de Belastingdienst dus, hè? Dus het parkeer... Dat was parkeerbelasting, ja. Parkeerbelasting. Goed. De rechtspersoon, heel belangrijk. Wil je nog eventjes over die parkeerbelasting? Want die hebben dus iets aangepast door dat van jou. Ja, dat bedrijf wat daar Citroën BV heet, dat is toen helemaal verdwenen. En toen zijn er dus inderdaad allemaal andere autootjes gekomen. En allemaal nieuwe parkeermeters. En nu zit er een tekst in dat als jij je kenteken ingevoerd hebt, de vraag komt van controleer of u de gegevens juist hebt ingevuld. Heb u de gegevens juist ingevuld? Als je dan ja drukt en het is niet zo, pleeg je fraude. En zo hebben ze het opgelost. Het heeft dus miljoenen gekost, hè? Want ze vonden het belachelijk toch? Dat heeft miljoenen gekost, want ja. Ze zei tegen de rechter van redelijkheid en billijkheid, want dit gaat ons miljoenen kosten. En nou ja, dat heeft het ze dan uiteindelijk ook gekost. En die 2,50 vonden ze eigenlijk niet normaal dat je over 2,50 een heel toestand had gemaakt. 50 euro boete of iets dergelijks, toch? Dat je er tegenin was gegaan in ieder geval. Ja, maar ik bedoel, kijk, ik ben 7 jaar bezig geweest en zo'n dossier voor 2,50 euro. Iedereen zegt, je bent niet goed bij je hoofd. Maar dat is dus het probleem. Ze stelen namelijk hele kleine bedragen allemaal van je. Mm. Dus als je gemeentebelasting neemt, het is 16 voor dat, 18 voor dat, 120 euro voor dat, 600 voor dat. En het is allemaal niet de moeite om daar 7, 8 jaar rechtszaken voor te gaan voeren. Mm. Die je dan misschien uiteindelijk ook nog kan verliezen als je een corrupte rechter hebt. En dan moet je weten hoe je die weer aanpakken en dat soort dingen. Dus het is wat dat betreft heel moeilijk om je recht te halen. En er zitten allerlei valkuilen waar je voor op moet passen. Want je gedrag kan zelfs toeleiden dat je dus een verbintenis tot stand brengt. Oké, hoe dan? Artikel 35 van Burgerlijk Wetboek 3 zegt dat jij gedrag kan vertonen waardoor de ander aan mag nemen dat je iets wil. Mm-hmm. En je kunt dan geen bezwaar of beroep meer indienen tegen het mm-hmm. feit dat die ander die aanname gedaan heeft. Dat is mm-hmm. te gek voor woorden. Mm-hmm. Maar als ik aanneem dat jij seks met mij wil mm-hmm. en je wil dat eigenlijk niet, mm-hmm. ja, maar ik heb het aangenomen, mm-hmm. ja, maar jij hebt niet nee gezegd, mm-hmm. nou, dan hebben we een probleem. Mm-hmm. En dat is met die overheid ook. Mm-hmm. Als zij iets aannemen, ja, jij hebt niet gestemd, maar je hebt ook niet gezegd dat je niet vertegenwoordigd wenst te worden. Mm-hmm. Daarmee vertoon je een gedrag
waardoor die verbintenis tot stand komt. Mm-hmm. En zo zitten er allerlei valkuilen in. Ja. Heel gemeen. Mm-hmm. Want de meeste mensen zijn bezig met hun eigen leven, met hun werk en denken bij mm-hmm. dat soort dingen niet na. Mm-hmm. En hè, want, dan moet je dat dus, nou ja, je hoeft het niet op te zeggen, maar je geeft kennis. Nee, je moet heel erg oppassen dat je geen gedrag vertoont waarop hun een aanname kunnen doen. Mm-hmm. En op het moment dat er dus inderdaad vragen komen, mm-hmm. wijs je ze allemaal af. Ja, want dat is hetzelfde nu ook bijvoorbeeld, hè? Ik had het met Roberto er ook over in een interview over die thuisonderwijs. Hè? Dus ze willen dat hele thuisonderwijs, willen ze natuurlijk ergens een beetje lastig gaan maken. Hè? Want heel veel mensen sinds de corona willen natuurlijk heel graag thuisonderwijs. Of hun kinderen in ieder geval van school halen. En ik heb zelfs iemand die ik ken die de eigen kinderen uit huis zijn geplaatst omdat ze thuis hield vanwege de hele coronatoestand op school. Dat ze niet wilden dat de kinderen een mondkapje gingen dragen. Of met al die vaccinatietoestand en de ramen wijd open midden in de winter. Nou kom je op de op het vlak van de absolute misdaadorganisatie. Ja. Jeugdzorg en leerplicht. Ja. Leerplicht is om de kinderen te onderwijzen. Mm-hmm. Dat betekent naar onder verwijzen. Okay. Dat betekent niet ze dat te leren. Nee. Want dan worden ze wijs. Mm-hmm. En als ze wijs worden, moet je niet hebben. Mm-hmm. Heb je geen slaven die je mm-hmm. kunt misbruiken. Mm-hmm. Mm-hmm. En dus dat is waarom er zo hard op dat onderwijs wordt gezeten. Ja, ja, ja? Ja, ja. Want er is helemaal geen onderwijs nodig. Kijk, als je... ik ben autodidact. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Ik heb niet echt op school gezeten. Mm-hmm. Mijn vader in die tijd, 69... Ja, je moet naar school, want anders gaat papa naar de gevangenis en dat soort dingen. Want ik ging natuurlijk niet. Nee. spijbelen noemden ze dat. Ja, ja. Maar als ik daar zat... Ik deed niks. Ja, strafwerk. Ja. Ik deed niks. Ja, waarom juist? Ja? Ja, bekijk het maar. Ik schakel hier uit en ik treed uit. En dat lichaam dat blijft achter. En ik ga ergens anders leuk bezig zijn, maar ik ga hier niet bezig zijn. Ja. Ik ken maar, heel veel mensen denk ik wel in vinden. Maar dan vragen ze op school, wat wil je worden? Ja. En had ik zoiets van, ben ik niks dan? Ja, dat zei ik. Mijn zoon zegt, Heden natuurlijk. Want zo heet hij. Heden? Dat zegt dan ook wel eens, wat wil jij laten worden? Ja, Heden natuurlijk. Wat hoezo moet worden? Ik iets anders worden dan? Nee, maar hij is al Heden. Hè? Ja, maar grappig dat hij, Heden heet hij, hè? Dat is zijn naam. Ja. Heden. Dus ik heb op een zeker moment, ik heb zoveel gedaan, maar ik ben een autodidact. En een autodidact die gaat gewoon dat leren wat hij wil leren op het moment dat hij het wil leren. En dan gaat het ook heel snel. Ja. Dan kun je ook 300% inzet mm-hmm. geven op dat wat je wil. Mm-hmm. Omdat je het dan zo snel mogelijk wil bereiken. Mm-hmm. Dat is ook waarom ik het recht geleerd heb, zo een boek geschreven heb. Maar ik heb ook allerlei beroepen gedaan. Ik bedoel, het is niet zo moeilijk. Je moet gewoon even weten hoe het werkt. Mm-hmm. En ja, daar kun je fouten mee maken. Maar dat is de fouten maken is leren. Hè? En interesse tonen. Als je gaat timmeren, dan sla je op je duim. En dan heb je zo'n dikke duim. Nou, dan weet je, die volgende keer maar niet meer op je duim slaan. Ja, zo werkt het. En het is veel beter om kinderen een manier van onderwijs te geven. Zodat interesses in de volle ontplooiing voor wie zij zijn, tot zijn recht gaat komen. Mm-hmm. Precies. De een is heel creatief en in kunst. Mm. Hè? En de ander die is een wiskundeknobbel. En anderen die kunnen op alles iets doen. En het kan ook veranderen. In de toekomst kunnen ze ook weer een switch krijgen. Dat ze wel interesse gaan tonen voor dingen. Dus, maar dan kunnen ze switchen. Ik bedoel, het is nu ook zo. En dat is ook gebleken in de industriële revolutie. Dat op een zeker moment waren er allerlei arbeiders nodig voor een bepaald werk. En op een zeker moment werd het geautomatiseerd. Mm-hmm. En dan moeten al die mensen die moeten omgeschoold worden terwijl ze 30 zijn. Ja. Zo. Ja. Dus dan hebben ze eerst zitten studeren. En dan ineens, is het geautomatiseerd. We hebben nu ook een computer die recht spreekt. Dus rechters misschien zo meteen niet meer nodig. De vraag is... AI. Ja, een artificial intelligence. Maar de vraag is, wie programmeert die computer? Ja, precies.
En hoe wordt die geprogrammeerd? Ja. Ik vertrouw die AI niet. Nee, natuurlijk. Want er zit namelijk mensenhanden aan. Nou, ook wordt het al heel veel weer gecensureerd. Want ik heb me daar al in verdiept. Ik ben dat allemaal in nieuwsgierig, ben ik naar alles. En dus ik ben weer aan het kijken, hoe werkt dat AI dan allemaal weer? En als je dan bijvoorbeeld dingen intoetst, inderdaad, ik zeg maar wat corona, dat wordt natuurlijk overal gecensureerd. Ja, dan mag daar geen uitspraak over gedaan worden. En dit en dat niet. En zo. Ik denk, nou, dan leren we nog niks. Ik heb ook wel een aantal vragen via gesteld. Want ik vertrouw helemaal die contacten met mijn computer natuurlijk niet. En dan kreeg ik antwoord terug. En dan denk ik van, het heeft ook nog een ego. Ja, ja. Eens ja, een beetje ook. Ja, ja, ja. Verschrikkelijk. Ja. En bepaalde dingen. Het leidt je weer een kant op wat jij mag leren. Maar hoe over die LPA, wat over die leerplichtambtenaren? Ja. We hebben leerplichtambtenaren voor de rechter gezet en ze hebben de rechtszaken overgevoerd. Ja, en waar ging het dan over? Het ging over de precontractuele informatieplicht. Omdat namelijk de overheid verzaakt niet alleen je rechten leren, mm-hmm. maar ze verzaken ook hun precontractuele informatieplicht. Dat betekent dat op het moment dat jij je kind naar school brengt, mm-hmm. dat je een overeenkomst aangaat. Mm-hmm. Zonder dat jij weet dat je een overeenkomst aangaat. Mm-hmm. Hun gaan ervan uit dat je al een overeenkomst hebt. Mm-hmm. Ja? Jij staat er niet bij stil dat je die overeenkomst hebt. En die krijg je ook niet. Je moet niet ergens inschrijven of zo. Ja, je gaat inschrijven in die school. Maar die inschrijving in die school, die neemt automatisch met zich mee de plicht in de leerplichtwet. Mm-hmm. Want in het boek beschrijf ik ook wetten die geen wetten zijn. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. En dat wil ik dan als volgt uitleggen. Ik ga een overeenkomst aan met een aannemer, die gaat een huis bouwen voor me. Maar ik weet wel, het huis waar ik nu in woon, dat ga ik verkopen. En dat gaat natuurlijk met de bank, nieuwe verkopers. En er is een bepaalde datum waarop die overdracht plaats moet gaan vinden en waarop dat huis klaar moet zijn. Dus ik spreek af met die aannemer, op die dag moet het huis klaar zijn, ga je dat redden? Hij kijkt dat contract naar en hij zegt, dat ga ik redden. Oké, okay. Want er staat een boetebeding op van 500 per dag als het huis niet klaar is en ik er niet in kan. Daar zet hij zijn handtekening onder. Mm-hmm. Dus hij weet, als ik dat huis niet klaar krijg voor die datum, dat staat in het contract, dan krijg ik €500 boete per dag omdat het huis niet klaar is. Want ik moet dan in een hotel gaan zitten, want ik moet mijn huis uit enzovoort. Mm-hmm. Het heeft allemaal consequenties. Mm-hmm. Nou. Nu hou jij je kinderen thuis, maar jij hebt geen contract gezien. Mm-hmm. Maar je hebt ook niet geweten dat je dan €1750 boete kan krijgen. Mm-hmm. En 2 weken gevangenisstraf. Mm-hmm. Als je kinderen thuis houdt. Ja. Ja, ja goed. Dat... Maar dat is het contract. Zeggen ze wel, maar ze zien het nergens. Dat is het contract. Ja. Het staat namelijk in de wet. Mm-hmm. Okay. In hun wet. Mm-hmm. Maar dat is geen wet. Dat is de wet van de school? Nee, dat is regelgeving van de overheid. Oké. Okay. Regelgeving. En wat betekent dat? Dat betekent dat het regelgeving is. Ja, dus dat moet je aanhouden. Kijk, je hebt wetgeving mm-hmm. en regelgeving. Wat is het verschil? Wet is strafrecht. Oké. Okay. Wetgeving kun je afwijken van die strafbare feiten. Mm-hmm. In civiel recht is wetgeving, mm-hmm. is gegeven. Mm-hmm. Alles wat gegeven wordt kun je aannemen, maar je kunt ook zeggen nee, dank u. Oké. Okay. Dat is ook waarom iemand een contract kan hebben okay. en iemand geen contract kan hebben. Okay. Want die is geen contract aangegaan. Okay. Dus je hebt gezegd, nee dank u. En regelgeving? En regelgeving zit weer daaronder. Dat is gemeentes, overheid en dat soort dingen die regels maken. Mm-hmm. En die regels, dat is dus ook weer, als je naar boven toe schrijft, contractrecht. Mm-hmm. En dan praten we over rechtspersoonlijkheid. Nou, mm-hmm. rechtspersoonlijkheid is een beetje moeilijk, maar als je een vereniging hebt en die heeft geen rechtspersoonlijkheid, dan blijft die alleen maar in het publieke recht. Mm-hmm. Maar heeft de vereniging zelf als rechtspersoon rechtspersoonlijkheid, mm-hmm. dan kan die dus ook civiel handelen in privaatrecht. En de overheid heeft altijd rechtspersoonlijkheid. Artikel 1, burgerlijk wetboek 2. Heel belangrijk, omdat de eerste titel van burgerlijk wetboek 2 niet van toepassing is op de overheid. Terwijl er in artikel 1 staat, de overheid, de staat, de gemeentes, de waterschappen hebben allemaal vanuit de grondwet rechtspersoonlijkheid. De eerste titel is niet van toepassing, behalve, en pas op, behalve artikel 5. En in artikel 5 staat,
dat voor het vermogensrecht, en het vermogensrecht is burgerlijk wetboek 3, 3 keer 3 is 9, inziens het eigen lid, dan kom je weer in dat rechtshandelen met rechtsgevolgen terecht. Die rechtspersonen handelen dus vanuit dat boek 2 en boek 3. Maar die wilsvertrouwensleer, die rechtspersoon kan zijn wil niet verklaren. Want een rechtspersoon is niks meer als een fictie. Die kan niet schrijven, die kan geen besluit nemen, die kan helemaal niks. Bestuur van de rechtspersoon wel. Maar die willen de aansprakelijkheid niet op de misdaden die er gepleegd worden binnen die rechtspersoon. Maar de allerhoogste bestuurder is verantwoordelijk voor wat er in die rechtspersoon gebeurt. En dat vergelijk je met de orgaantheorie. Dus je neemt het menselijk lichaam en er zitten allemaal organen in dat lichaam. En die worden allemaal bestuurd vanuit hoofdelijk bestuurder. En die bestuurt dat hele lichaam. En zo worden die, corpus, hè? Zo worden die bestuurslichamen worden dus ook bestuurd vanuit een bestuur, hoofdelijk bestuur. En die besturen al die afdelingen, al die organisaties. En die zijn aansprakelijk. Organen, organisaties. Ja. Dus het zijn de organisatietheorie. De orgaantheorie wordt het genoemd. Hm. Ik zeg altijd, als een man de bushalte naar je toe komt, die pakt zijn lul uit zijn broek en die gaat tegen je aan staan pissen. Wie spreek je dan aan? Die lul die tegen je aan staat te pissen of degene die hem staat te besturen? Nou, dan weet je meteen wie je moet hebben. Ja, echt, hè? Ja, want het is de hoogste bestuurder die verantwoordelijk is voor wat al die mensen dus daaronder doen. Ja. En die moet je dus aangespreken. Nou, in de praktijk hebben we dat jaren gedaan en dat blijkt dus heel erg moeilijk te zijn. Dat deden we dan ook nog eens in een artikel 13 grondwet. Persoonlijk, vertrouwelijk. Dat is het briefgeheim. For your eyes only. En dan krijg je gewoon een of andere brief terug van een of andere wat je die daar werkt. En dan vraag je, heeft u een machtiging dat u uit naam van de directeur die brief mag lezen, openen en beantwoorden? Want die wil ik wel even graag hebben. Want die directeur is verantwoordelijk en aansprakelijk. En als jij gemachtigd bent, dan kan ik hem aansprakelijk stellen. Ja, nou, dan komt er niks. Dan wordt er weer gezwegen. Ja. Dus hoe dat allemaal gespeeld wordt, valselijke opmaak in geschriften, waar je op brieven moet letten, allemaal in dat boek geschreven, om je te leren van, ga daar eens naar kijken, wat staat er boven zo'n brief. Kijk ook die adressen na. Op het moment dat de postbus huppeldepup neer staat, je hebt internet. Tik gewoon in, waar is dat? En dan ga je op Google Maps ga je kijken, wat is dat? Ik heb al gehad, daar zit het helemaal niet. Daar zit een heel ander bedrijf. Ze zitten gewoon valse adressen erop te zetten met valse post. Ja, inderdaad. Want nu hadden we het heel even op school, over school, zeg maar. Hè, ze hebben dus een contract, zeggen ze. Ja. Maar je hebt dat contract of die algemene voorwaarden nooit gelezen. Nee. Die krijgen ze dus niet. Weet je maar ieder wordt geacht de wet kennen. Ja, 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 ja. En, en dan zeggen ze dat hun regelgeving wet is. Ja. En dan zeg jij, heb u een machtiging inbreuk op mijn recht te maken? Ja. En wij hebben bij de rechtszaken, hier hebben we artikel 228, boek 6 naar voren gegooid, dat is dwaling. Wordt ook besproken in dat boek natuurlijk. En dwaling is dat ze moedwillig iemand misleid hebben, waarin hij niet weet wat hij aan het doen is. En dan kun je dat, door dwaling kun je dat vernietigen. En toen zegt die rechter, ja, iedereen wordt geacht de wet te kennen. Dan zeg ik van ja, als de overheid zijn plicht na had gekomen, om de mensen ook werkelijk de wet en het recht te leren. Precies, precies. Want je kan wel lekker roepen als rechter van ja, iedereen wordt geacht de wet te kennen. Ja? Nou, ik ken de wet. Niet doden, niet stelen, niet dwingen, niet liegen. Er is tegen me gelogen en is gedwongen. Ja. Ja, dan heb ik er al twee. Ja. En natuurlijk ook de kinderen die gedwongen worden naar school te gaan. Hoe zit dat dan? Kinderen die gedwongen worden, ze worden alleen door hun ouders gedwongen. Nou, door school ook. Als je ze niet brengt, dan krijg je de leerplichtambtenaar plus veilig thuis bij je thuis. Ja, maar die komt de ouder aansprakelijk stellen. Oké. En wat kunnen we daartegen doen? Dat zijn we dus aan het proberen. Door die mensen strafrechtelijk te vervolgen. Ja. En de contracten die ontstaan zijn te vernietigen. Maar vooral de mensen waarschuwen. Doe het niet. Want we hadden bijvoorbeeld een zaak met een vrouwtje die zegt van ja, tegen mij heeft niemand gezegd dat ik zelf aan kon geven. En want dan zegt die rechter, ja, dan had u vrijstelling moeten vragen. Mm-hmm. Ja? Maar dat kan je pas alleen voordat je kind 5 is. Je moet een vrijstelling vragen van die schoolplicht.
ja, om thuisonderwijs te doen. Ja, maar dat moet je doen voordat je kind 5 jaar is. Ja? Dat is eenmaal ingeschreven. Maar niemand vertelt het jou. Nee, niemand. Niemand zegt dat. Nou, nee, okay. Dat klopt. Dus, maar toen had ik een andere vraag aan die rechter. Ik zeg, die rechter, kunt u mij even vertellen waar diegene die bevoegdheid vandaan krijgt, die je dan moet vragen om vrijgesteld te worden, om jouw kind in de school te gaan. Mm-hmm. Waar is de machtiging die die heeft om van die persoon een inbreuk te maken op mijn recht? Want nou gaan we een stap dieper. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, want wie is dat dan waar ik dat aan moet vragen? Ja, ja, precies. Aan God? Ja. Ja. Ja? Ja. Of aan Willem? Bij gratie God? Ja. Maar Willem mag geen inbreuk maken op mijn recht. Nee. Ja, en toen? Ja. Niks mee te maken. Iedereen wordt graag de wet kennen. Ja, omdat... Maar je hebt je leerplicht en schoolplicht. Dus eigenlijk zou je vanuit de schoolplicht gewoon weer terug naar leerplicht kunnen. Toch? Je hebt leerplicht en schoolplicht. Pas als je ingeschreven staat bij school. Maar scholing, even kijken wat artikel 26 precies over zegt. Ja, daar staat dat het verplicht is om voor de scholen. Het staat niet verplicht dat je in de school moet, maar dat... verplichting op scholen is om die mensenrechten en die persoonlijke ontwikkeling door te maken. Ik weet niet precies de tekst meer wat erin staat, maar er zijn 3 leden, dat weet ik wel. En de tweede die zegt dus dat de overheid die verplichting heeft om dat te doen. En de derde zegt over de ouders dat die dus het recht hebben om de keuze van het onderwijs te kiezen. Wat ze willen geven, of ze thuisonderwijs willen geven, of dat ze een bepaald christelijk onderwijs willen geven, of dat ze op een open school gaan, of private school. Ja, ja. Want dan moet je zelf betalen. Ja. Maar kijk, als jij je kinderen op een private school bouwt, ja, dan is weer de overheid die gaat bemoeien, want die school die moet dan weer volgens hun eisen weer ergens aan voldoen. En dan zeg ik, wie zijn hun? Ja. Ja. Want dan komen we op die gemeente. Ja. Dan zeg ik, wie heeft daar... Ja, ik heb een brief van de gemeente. Ik zeg, van wie heb je een brief? Ja, van de gemeente heeft me een brief geschreven. Ik zeg, nou... Team gemeente. De gemeente heeft jou geen brief geschreven. Ja, maar de gemeente dit, gemeente dat. Dan zeg ik, nee. Ik zeg, ik heb pas voor die gemeente gestaan. In die vergadering van die bestuursverenigingen van die gemeente. Dus de bestuursleden van de gemeente. Ja, in Amsterdam. Ja. En dan heb je het college van burgemeester en wethouders aan de ene kant. En dan heb je de gemeenteraad aan de andere kant.